Nou, ga even door. Het is een heel leuk dansje. Papa, ik doe het misschien één keer. Maar dan moet je niet verder doen. En dan moet je niet zeggen van doe het nog eens een keer. Want dan is het niet meer leuk. Doe het nog eens een keer. Dan is het gewoon niet meer leuk. Okay. Goedemorgen en van harte welkom bij deze nieuwe video. Ditmaal eventjes niet vanuit Californië, want het is voor ons herfstvakantie. En wij zijn hier in Cherry. Dat is een ontzettend klein plaatsje net naast Disneyland Parijs. Disneyland Parijs dat hier op ongeveer 10 minuutjes afstand zit. Zoals gezegd, we hebben dus herfstvakantie en we gaan dus ook weer wat vlogs vanuit Disneyland brengen. Betekent overigens niet dat de Californië vlogs natuurlijk daarmee stoppen, want die gaan ook gewoon door. Dus er wordt een klein beetje druk met editen voor mij, maar dat gaat wel lukken. En we hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om onze Disney jaarkaarten toch nog te verlengen. Was eventjes een discussiepunt, doen we het wel, doen we het niet. Maar als je na het eerste jaar verlengt, dan krijg je 4 maanden gratis erbij. Dus ja, dat is ook wel weer heel aantrekkelijk om dat wel te doen. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben ditmaal geen camping, zoals waar we vorig jaar in de herfstvakantie zaten, of een hotel. Maar we hebben een appartementje geboekt. En dat appartementje ligt dus op ongeveer 10 minuten vanaf Disneyland, net aan de rand van de cirkel. De Magic Circle, zoals we het zelf altijd noemen. En nou ja, dat is hartstikke leuk. Ik zal later in deze video wel laten zien hoe het appartementje eruit ziet van binnen. Ja, kan ik trouwens nu ook eigenlijk wel eventjes laten zien. Want de rest hier zich toch nog een beetje aan het klaarmaken. Dus zoals gezegd, we hebben herfstvakantie. Het is nu maandag. We zijn gisteren aangekomen op zondag. En we gaan mooi hier heel gezellig een aantal dagjes in de omgeving en in Disneyland Parijs doorbrengen. Om eventjes een idee te geven van het appartement waar we dus nu zitten. Het is ongeveer 40 vierkante meter groot. We hebben hier gewoon een keuken, wasmachine met een koelkast, een oven hier zo. Dus we kunnen hier zelf koken als we willen. Nou, dat zullen we waarschijnlijk ook wel een keer gaan doen. Dan omdraaien, dan hebben we hier een eetkamertafel. Met stoelen hebben we vanmorgen dus al ontbeten. We hebben hier een klein woonkamertje. Televisie aan de muren. San en Kevin die slapen hier op dit bedbank. Maar die hebben dus nu alweer in een bank veranderd. In een lichtbank. Daar hebben we gisteravond ook lekker televisie op gekeken hier. Als we dan nog eventjes verder gaan. Even de lamp aan. Dan is dit de ingang. Het is eigenlijk gewoon een appartementencomplex waar andere mensen wonen. Maar dan gaat de lamp al aan. Nou ja, gewoon een normale gang. Zodat die inmiddels ook klaar is. En dan hier het toilet. Dat staat er ook op. Nou, prima. Toilet. Met Bambi aan de muur. En dan hebben we hier nog een slaapkamer waar Marloes en ik dan slapen. En vannacht al hebben geslapen. We hebben een prima nacht gehad. We zijn om ongeveer 12 uur zelf gaan slapen en we waren pas om 9 uur wakker. Dus dat zegt wel genoeg. En dan hebben we hier nog de badkamer. Met een bad. De douche die zit erin. Hier de wasbak waar Marloes zich druk aan het klaarmaken is. Nou, en dat is een beetje ons appartementje. De televisie hebben we hier nog aan de muur hangen. Dus hier gaan we blijven tot en met vrijdag. Nou, dat moet gaan lukken. Liepen we 9 weken geleden nog in Disneyland Anaheim. En nu zijn we hier weer terug in Disneyland Parijs. Waar we dus gisteren de jaarkaart weer verlengd hebben. En het is ook nog Halloween, dus dat is extra leuk. Met andere shows, dus dan gaan we allemaal weer een hele leuke dag beleven hier. En zoals we wel vaker doen, eerst naar Frontierland. Voor een fastpass. Precies.
toch altijd wel een van onze favoriete attracties en die is altijd hartstikke druk. Dus die komt altijd heel goed van pas. 75 minuten. Gaan we naar Big Thunder Mountain? Ja. En daar is dus de Big Thunder Mountain en daar dus achter is het appartement waar wij deze week verblijven. En we horen dus vanuit het appartement elke keer het fluitje. Ja, van de Big Mensen Thunder Mountain. Die wel eens in de Big Thunder Mountain zijn geweest, die herkennen het wel. Dat horen dus elke keer. Ja, zo dichtbij. Vanuit ons appartement, ja. Zo dichtbij, ja. Misschien omdat hier ergens braad wordt verkocht wordt, Sanne? Wat zei je? Misschien omdat hier ergens braad wordt verkocht wordt. Serious business is dat? Dit is heel belangrijk dit. Gelukt, kijk. Maar dan is altijd de vraag wat voor tijd staat erop. Valt er wel mee. 5 voor 2. 5 voor 3 ja, zelfs. Ja, 5 voor 3. Hier. Jij had nou, dat is wel aardig laat. Maar dat geeft niet. Plannen we wel weer wat omheen. Wat is het plan? Waar gaan we naartoe? Indiana Jones is dicht. Richting Pirates gaan. Ja, is goed. Hoe is Pirates? Lopen we die kant op. Loop wat door. Hier in de Pirates Caribbean. Onze eerste attractie. Zet hem eens eventjes op. Ik wil een jasje erbij. Ja. Dit is voor kleine kinderen. Dat denk ik. Hier, ik heb een pony. Wat is dit? Een kersttrui? Wat? Oh, kijk eens aan. Nou, dan ben je wel de man of de vrouw op de kerstfeest. Van kerstfeest? Ja. Niet van de straat, kerstfeest. Hij is wel mooi hoor. Die heb ik nog eerder gezien. €20. Welke? Oh, maar dat is een metalen. Ja, ik zie het. Ja, die is wel mooi.
Maguette Metaal Black Pearl. Die is gaaf. Valt me nog mee. Ja. 20 euro. Die is leuk. Deze ook. Of fright, we summon you now to dance smooth and